Ik ben op Bonaire en hier komen zeeschildpadden voor. Daar ligt Bonaire en dit is Klein Bonaire, een klein onbewoond eilandje voor de kust van Bonaire. En 's nachts dan komen de zeeschildpadden hier vanuit de zee het strand op om een nest te maken en hun eieren te leggen. Ik ga vandaag met de Sea Turtle Conservation Bonaire mee. En zij hebben heel veel vrijwilligers die 3 keer per week hier langs de kustlijn controleren of er nieuwe nesten zijn gebouwd. Ik ben heel benieuwd of ik vandaag mijn eerste schildpaddennest ga zien. Dus ik zou zeggen, kom mee, dan gaan we de vrijwilligers opzoeken. Hey, waar moeten we nou op letten als we hier lopen? We zijn op zoek naar schildpaddensporen, maar omdat het vrij hard waait, is het mogelijk dat we dat niet zien. Dus we kijken ook naar beschadigingen in de struiken, we kijken naar veranderingen op het strand. Omdat we hier natuurlijk 3 keer per week komen, kennen we het strand vrij goed en kunnen we zien wat er anders is. Maar in eerste instantie kijken we naar sporen. Je ziet het hoogwater is tot ongeveer hier gekomen. Dus we zullen daarnaast moeten kijken. De schildpadden die hier geboren worden, als die volwassen zijn, dan keren die ook weer hier naartoe terug om nestjes te leggen. Dus het is een mooie cirkel. Dus de babyschildpadjes die het overleven, en dat zijn er over het algemeen niet zoveel, we schatten dat ongeveer 1 op de 1000 à 1 op de 4000 babyschildpadden de volwassen leeftijd zal bereiken en zich zal voortplanten. Dus vandaar dat de schildpadden ook bedreigd of wel kritiek bedreigd zijn. We hebben hier ook een nest liggen, die is nu even kijken. Ik denk ongeveer 3 weken ligt hier nu. Hoe lang duurt het voordat die nesten uitkomen? Duurt gemiddeld genomen 60 dagen. Dus 's nachts komen de zeeschildpadden aan land als ze een nestje willen leggen. De schildpad is hier aan land gekomen. Je ziet hier het spoor van de schildpad richting dat gat dat je daar ziet liggen. Hey, en wat is precies het spoor? Het spoor zie je hier. Dus je ziet verschillende vormpjes. Je ziet hier een lijn. Je ziet hier een lijn lopen. En zo is ze helemaal die kant op gegaan. En met haar flippers heeft ze het zand naar achter geduwd. Wat we denken dat ze hier gedaan heeft, is ze is aan land gekomen. Ja. Ze heeft daar voor het eerst geprobeerd, is ze gaan graven. En waarschijnlijk heeft ze op een gegeven moment gedacht, dit is niet de goede plek. Want je ziet dat het spoor verder loopt. We kunnen daar even heen wandelen. Ja. Dus ze is hier geweest. Je ziet dat ze hier gegraven heeft. Vervolgens loopt hier het spoor verder. Ja, dat zijn die halve... Ja, precies, die halve maantjes die hier lopen. Ja. Is ze deze kant op gegaan. En als je naar rechts kijkt, is ze hier verder gegaan. Dus waarschijnlijk zit hier het nest. Wat de vrijwilligers gisterochtend gezien hebben, is dat hier een afdruk was met al het kofferzand die kant op. Ja. Dus dat houdt in dat ze het nest bedekt heeft met zand om het te verbergen, zodat niemand erachter kan komen. Hey, en hoe groot zijn die eieren? Eieren verschilt een beetje per soort, maar ongeveer het formaat van een pingpongbal. Oké. Dus zo'n 4 centimeter, 5 centimeter in doorsnede. En dat betekent nu dat jullie hier dit gaan afzetten? We moeten eerst kijken of er inderdaad een nest ligt, dus we zullen gaan graven. Oké. En dan gaan we op zoek naar het eerste eitje, naar het bovenste eitje. Maar hoe doe je dat? Dan ga je graven, dat lijkt me doodeng. Want als je te hard graaft, dan zit je meteen... Dan zit je meteen in het nest. Ja, nee. Dus je moet voorzichtig graven inderdaad. Met je handen? Met je handen. We beginnen aan de buitenrand en dan werken we naar het midden toe. Daar waar we denken dat het nest ligt. Oké. Dan gaan we op zoek naar het bovenste eitje. Dat doen we inderdaad voorzichtig, want die eitjes zijn vrij breekbaar. Ze zijn niet als kippeneieren, het zijn wat meer lederig. Oké. Heel zacht wel, dus je kunt ze een beetje indrukken. En dan gaan we op zoek en zodra we het eitje gevonden hebben, dan weten we dat er inderdaad een nest ligt. Dan nemen we GPS-punten en dan onthouden we waar het nest ligt. En als dat nest nou op een plek ligt waar heel erg veel toeristen komen, dan zetten we er een barrière omheen. Ja. Alright. En ik heb hier ook hard. Hoe diep ligt de schildpad eigenlijk, de eieren? Dat ligt een beetje aan de soort schildpad. Maar meestal zo'n 150 à 60 centimeter. Dus het nest heeft de vorm van een vaas. Dus het is de diepte van haar flipper, de lengte van haar flipper. Okay. Dus ze graaft de vaas, vervolgens
stopt ze daar de eitjes in, die laten ze vallen. En dan als ze alle eitjes heeft gedropt, dan maakt ze het weer dicht. Ja. Hey, en wat is de reden als die eieren zo diep in de grond liggen, toch nog, hè? 60 centimeter is nog best wel ver. Waarom moet je ze dan uitgraven en zo, of tenminste, waarom moet je ze beschermen? Het beschermen is vooral voor bijvoorbeeld wanneer er honden of katten zijn, die kunnen ze uitgraven. Dat mensen weten dat er een nestje ligt. Maar hier zijn natuurlijk geen honden en katten of wel? Er zitten hier wilde katten. Oh. Ja. Op een strand zoals Te Amo en Donki tegenover het vliegveld beschermen we het nestje omdat daar heel erg veel toeristen en lokalen komen om te barbecuen, om feestjes te houden. En ze willen dan wel eens een barbecue op het nestje zetten. Oh ja. En dat die barbecue, precies, weet ze het niet. En die barbecue geeft zoveel hitte af dat de eitjes dan zullen overlijden. De schilpjes zullen overlijden. Dus vandaar dat er dan een barrière omheen gezet wordt. Ja. Daarnaast hebben we ook wel last van lichtvervuiling. Wanneer de schildpadjes uitkomen, zullen ze naar het lichtste punt gaan. Normaal gesproken is dat de reflectie van de maan op de zee. Bijvoorbeeld bij het vliegveld zijn dat de lampen van het vliegveld. Oh, ja. Dus dan gaan ze de verkeerde kant op. En wat we ook nog wel eens doen, als we weten dat het nestje bijna gaat uitkomen, dus na ongeveer 50 dagen, dan zetten we er een klein kooitje overheen. Dus als je hier het nest hebt, dan zetten we hier een kooitje neer en dan wachten we tot de schildpadjes allemaal omhoog komen. En dat om te voorkomen dat ze dus alsnog naar het vliegveld lopen. Ja. Wat we ook meegemaakt hebben is dat we ze dan vrij laten op Te Amo, dus in het water ingaan, dat we zien dat ze de goede kant op gaan. En dan komen ze vervolgens weer eruit om toch nog naar het licht van het vliegveld te gaan. Ja, ja, dus het is het beschermen is vooral om die redenen heel erg belangrijk. Ja. We zijn hier vorig jaar op Klein Bonaire, zijn er 78 nestjes gelegd. En op Bonaire zelf, dus op de stranden van Bonaire, 50. Dus van in totaal 128 nestjes. En het merendeel daarvan zijn karetschildpadden, dus de hawksbills. We hebben hier eigenlijk heel veel beschadigde takken. Hier. En hier met name op dit punt is het heel erg. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een aanwijzing dat ze hier geweest is. Geen garantie voor eieren. En je ziet dat de eitjes al wat witter zijn. Ja. Wat inhoudt dat ze waarschijnlijk al 1 of 2 nachten hier liggen. Maar waarom zijn ze dan witter? Ze zijn niet wit als ze gelegd worden. Ze zijn transparant, helder zeg maar. Je ziet het hier ook aan deze rand. Daar is het dus helder. Ja. En daar begint die wit te worden. Dus dat en over een paar dagen is het ei helemaal wit. Okay. Net als een kip-ei. Ja. Ja, dus waarschijnlijk liggen er tussen de 100 en de 150 van dit soort eitjes daar. 150? 100 of 150, Hallo. Ja. Ja, dat is een heleboel. Gaan wat we het, nu gaan doen is meten? Het hele systeem inmeten. En dat is voor onze eigen het verzamelen van de data van het nest. We gaan hem nu markeren met GPS, zodat we precies weten waar het nestje ligt. De waypoint. Ja. 10.090. Dat stokje met dat blauwe lintje zullen we zo meteen in de grond stoppen bij het nest. Zodat we, als de schildpadjes uitkomen, dan nemen ze dat lintje mee en dan weten wij waar dat nest ook was. En daarna zullen we een lintje in de takjes plaatsen, waar Jannie nu mee bezig is, ter markering ook. Zodat we, als het nestje uitkomt, dat we ook precies weten waar het was. Zodra het nestje uitkomt, zien we een depressie. Dat ziet er ongeveer zo uit.
ter grootte van een bord. En dan zien we aan één kant een ronde naar beneden gebogen kant. Aan de andere kant zien we een scherpe rand. En we zien dan allemaal kleine babyspoortjes die naar de zee gaan. Isn't this wonderful? Thank you.